Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik iets bijzonders voor jullie. Ik ga namelijk mijn setje voor Horse Event unboxen. Dus ben je nou benieuwd wat erin zit, blijf dan zeker kijken. Maar ik heb ook nog een hele leuke mededeling. Want misschien hebben jullie wel iets op Insta gezien. Maar ik heb vandaag mijn allereerste L-wedstrijd gereden. En daar heb ik ook iets over de uitslag over Instagram gepost. En die video komt aankomende donderdag om 4 uur online. Dus zorg dat je daar klaar voor zit. Want dat wil je echt niet missen. Want dat ging echt heel goed. Dus donderdag ook zeker kijken. Maar eerst nu deze video. Maar nu eerst in deze video de unboxing voor mijn setje. Wat ik op Horse Event ga dragen. En misschien komt deze roze zak jullie wel bekend voor van de andere unboxing die ik ooit een keertje gedaan heb. Ik heb het namelijk van Horse Gloss weer. En ja, laten we het snel gaan openmaken. Ik ben best wel een beetje benieuwd wat er nou precies in zit en hoe het eruit ziet. Dus dat gaan we snel doen. Oké, spannend. Het eerste wat bovenop ligt is dit. En ik denk, ja, dit is een vest. En ik zal hem eerst even laten zien. Dit is dus de voorkant van het vest met twee schuine ritsjes zo en één grote natuurlijk. En dit is de achterkant met een capuchon, maar die zal ik eventjes naar voren klappen. En dit is de achterkant, daar staat verticaal Horse Gloss. En ik weet niet of jullie het goed op camera kunnen zien, maar het had een soort strik op in zilver. En ja, ik vind hem echt super gaaf. Want ja, hij is gewoon, de stof is heel erg fijn, die voelt super fijn aan. Het is een beetje, ja, er zit ook nog een beetje stretch in. En het is heel zacht. En volgens mij, ik zal eens voelen hoe de binnenkant voelt. Oh ja, de binnenkant is van dat zachte spul. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat voelt in ieder geval heel lekker. En hij is zwart. En ik vind zwart altijd best wel een mooie kleur. Omdat dat, ja, zwart kan eigenlijk overal bij. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. En ik ga hem zo meteen aantrekken. Maar we gaan eerst nog even kijken wat er nog meer in zit. Dus ik leg hem eventjes naast me neer. Oké. Nou, dit zit dus in plastic. Ik ga het er even uithalen. En dit is dus een rijbroek. Ja, dit is hem. Voorkant. Achterkant. Nou, het is dus een grijze rijbroek. En er staat hier Horse Gloss. En het is met siliconen. En in de rijvak. En wat ik wel super gaaf vind is dat hier staat zeg maar in waar je dus je zit. Zit zeg maar Horse Gloss staat er. Even kijken waar je het goed kan zien. Hier heb je Horse staan. En hier Gloss. Dus dat vind ik heel erg gaaf. En ik vind hem hier ook heel mooi staan. En dan de achterkant, dan staat het hier nog een keertje met weer dat strikje wat dus ook op het vest staat. Met twee ritsjes. En ik vind hem echt super gaaf, want ik vind grijze rijbroeken sowieso wel, ja, en wat hebben. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik heb één andere grijze broek, die is wat donkerder. En nu heb ik dus ook een wat lichtere. En ik ben er dus heel erg blij mee. En zwart staat dus ook heel erg mooi op grijs, vind ik in ieder geval. En dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het me staat. Dus laten we het snel aan gaan doen. Ik heb de broek aangetrokken. En ik heb eventjes het Horse Gloss shirtje aangetrokken. Wat ik al eerder in een unboxing video heb gebruikt. Maar ik vind de broek echt super mooi. En wat ik net vergeten was te zeggen. Is dat hier aan de onderkant zit. Dus ook van dat stretch. En dat vind ik echt super fijn. Het is veel makkelijker dan dat klittenband wat zo dubbel gaat zitten. Dus dit vind ik super fijn. En ik vind hem ook erg leuk. En het matcht dus nu ook met de zwarte stress en dan het zwarte shirt en zo meteen het vest. Maar ik weet natuurlijk niet hoe warm het op Horse Event gaat worden. Dus ik ga of het vest doen of het shirt. Maar dat hangt er dus nog een beetje vanaf hoe het weer gaat zijn. Maar dit is dus de broek en ik vind hem echt super leuk. En hij zit ook heel lekker. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. En dus nu moet ik hem dus gaan bewaren tot Horse Event. Dat vind ik best wel een beetje jammer dat hij zo lang in mijn kast moet liggen. Maar ja, ik wil hem natuurlijk nog netjes houden. Dus ik ga hem van tevoren niet gebruiken. Ik vind het wel jammer, want ik wil hem heel graag uittesten hoe dit ook met dat siliconen zit. Maar goed, dat ga ik niet doen. Ik laat hem nog even in mijn kast liggen. Maar dit is hem dus met ritsjes hierachter en pakjes. En ik vind het altijd fijn om een mobiel in mijn rechterzak te hebben. Dus die past hier ook mooi in, want het is een grote zak. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Nou, ik heb het
vest erbij gepakt. En die ga ik dus nu aandoen. En ik ben best wel benieuwd hoe dat staat boven deze rijbroek. Want volgens mij gaat het best leuk staan. Ik bedoel, nou ja, ik denk dat dit vest wel, dat zwarte vest wel leuk op deze grijze broek staat. Want nou ja, zoals ik net al zei, ben ik dus best wel verliefd op de smaak zwart-grijs. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Oké, nou is in ieder geval zo zacht van binnen. Oh, dat vind ik zo fijn. Oké, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op camera, maar hij is dit stof. Dus ja, oké, ik ga hem eventjes aandoen. Zo. Eventjes, er zit hier zo'n... Ja, deze. Nou, dit is hem dus. En ik vind hem dus echt heel erg leuk. Even mijn muts goed. Dat heb ik trouwens altijd met mutsen. Dat hij vaak zo gaat zitten. Ik heb één jas waarmee dat constant gebeurt. Dus ik moet hem even goed doen. Maar ik vind het dus echt een super mooi vest. En hij staat ook best wel leuk op deze broek. En de achterkant dus. En heeft hij wel nog het capuchon op. En, maar ik vind hem dus echt heel erg leuk. En het, ja, het matcht dus heel goed. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. En dit wordt dus wel mijn horse event setje. Ja, ik ben dus echt ontzettend blij met mijn setje. Ik ben er echt wel, ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het echt zo leuk. En het vest is zo lekker zacht. Dus ja, en als je nog geen kaartjes hebt voor Horse Event, het is dus 8, 9 en 10 september. Wees dan heel snel bij, want de kaartverkoop gaat razendsnel. Ook mede doordat wij dus nu als YouTubers een aparte piste krijgen. En wij, ja, daar mogen we dus zijn de hele dag allemaal optreden. Zijn alle paarden YouTubers. Dus ik zou daar als ik jou wel zeker bij willen zijn. En ik mag dan ook op 3 dagen, alle 3 dagen geef ik een show. En op zaterdag geef ik er zelfs 2, namelijk... mijn eigen show en eentje een collab samen met Romy Outen. En dat wordt ontzettend leuk. Dus zorg dat je erbij bent. De kaartjes kun je nog kopen, maar je moet er dus heel snel bij zijn. En ja, dit wordt dus mijn definitieve setje. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je nou de vorige unboxing van Horse Gloss nog zien? Check dan even deze video. Of wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!